Hallo, mijn naam is Emma. Welkom bij deze korte instructievideo over de betekenis van de gele en groene bubbel in de Smappy App. Prominent aanwezig in het hoofdscherm van de Smappy App zijn de gele en groene bubbel. Deze geven je energieconsumptie en productie weer. Maar wat willen ze echt zeggen en wat kan je eruit leren? Laten we starten met de gele bubbel. De gele bubbel toont de totale vraag naar elektriciteit van alle toestellen in de woning. Zie je een waarde van bijvoorbeeld 238 watt, dan wil dit zeggen dat alle toestellen samen 238 watt elektriciteit vragen. Gezien de gele bubbel de vraag naar elektriciteit toont, is dit steeds een positieve waarde. Ook indien de zonneproductie hoger is dan het verbruik. Indien de groene bubbel een hogere waarde heeft dan de gele bubbel is dit enkel een indicatie dat de volledige energievraag wordt ingevuld door de eigen productie. Het is niet mogelijk dat de toestellen in het gebouw een negatieve energievraag hebben. Indien je een negatieve waarde ziet, dan kan dit wijzen op een foutieve configuratie van je SMAPI-systeem. We raden je dan ook aan om contact op te nemen met je installateur. De gele bubbel geeft niet weer of de energievraag wordt ingevuld door eigen zonneproductie of door het importeren van energie van het net. Daar komen we later nog even op terug. De tweede bubbel is de groene bubbel. De groene bubbel toont de totaal geproduceerde energie. Bij de meeste woningen zal dit de energie zijn opgewekt door de zonnepanelen. Indien de woning beschikt over meerdere zonneomvormers, zie je hier de totale waarde van de geproduceerde energie. Ook de groene bubbel zal in principe een positieve waarde hebben. Dit kan eventueel afwijken bij bepaalde type omvormers als er geen zonneproductie is. Sommige omvormers beschikken bijvoorbeeld over een WiFi-module. Deze WiFi-module vraagt energie, ook op momenten dat er geen zonneproductie is. Dit kan leiden tot een negatieve productie van enkele tientallen watt. Indien je echter merkt dat de waarde negatief is op momenten dat er wel degelijk zonneschijn is, dan kan dit opnieuw wijzen op een foutieve configuratie van je SMAPI systeem. Je installateur weet hiermee raad. Voor beide bubbels kan je de gegevens ook voor een langere periode zien. Door de gele bubbel aan te klikken krijg je meer informatie over zowel je energieverbruik als je energieproductie. Door de groene bubbel aan te klikken krijg je meer informatie over je zonneproductie. In deze weergave kan je dan kiezen voor informatie op dag, week, maand of jaarbasis. Door naar rechts te swipen keer je terug in de tijd. Door daarna naar links te swipen keer je terug naar het heden. Je kan dus op een heel eenvoudige wijze je energieverbruik en productie op langere termijn nakijken. Een laatste parameter die we even willen aanhalen is het sluimerverbruik. Deze staat op het hoofdscherm rechts onder de gele en groene bubbel, maar is ook zichtbaar op de dag, week, maand en jaarweergave in de vorm van een zwarte stippellijn. SMAPI heeft het sluimerverbruik gedefinieerd als het laagst gemeten verbruik van de afgelopen 48 uur. Zie je dus een sluimerverbruik van 86 watt, dan is je verbruik de afgelopen 48 uur nooit beneden de 86 watt gegaan. Gezien je verbruik steeds een positieve waarde heeft, is het ook logisch dat ook je sluimerverbruik steeds een positieve waarde is. Wil je nog meer informatie krijgen over de verbruikers in de woning, dan ga je nog wat lager in de app. Bij live meting zie je per last hoeveel energie deze last verbruikt of opwekt. Je zal dus per zonneomvormer zien wat de productie is, of je zal zien of er energie wordt geïmporteerd van het net of geëxporteerd naar het net. De last net of grid kan met andere woorden een negatieve waarde hebben indien er elektriciteit naar het net wordt geëxporteerd. Bedankt voor je aandacht tijdens deze video. Je kent nu de betekenis van de gele en groene bubbel in de Smappy app. De vraag die nu nog rest is hoe je verbruik en sluimerverbruik moet interpreteren. Hoe is je verbruik en sluimerverbruik in vergelijking met gelijkaardige huishoudens? Die vraag beantwoorden we in de volgende video. Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met trainingapestaartjesmappy.com. Tot ziens.